Ik heb een pakketje gekregen van iemand. Ik weet al waar hij zit, maar ik ga doen alsof ik niet weet waar hij zit. Dan is het er. Wat zou er is zitten? Woe! Hey Nathan, ik zag dat je dit enorm graag wilde toen je erover sprak in je video. Aangezien je zo broke bent, heb ik het dan maar gekocht voor je. Veel verslind plezier. Groetjes, Robin. Robin, wat zou jij gestuurd hebben naar mij? Er is maar één iets wat ik heel graag wou en dat was dit. De meat, Klaas! Hey, what the fuck? Wat is hier de bedoeling van? Kan je dan zo je fucking vlees eten, hè? Toch wel, wat is dit? Behandig krijgen voor iets, niet omdat... Wie de fuck verzint er deze ding? Ik besef ook niet dat het echt aan het gebeuren is, dames en heren. Maar iemand heeft dus gewoon de meat, Klaas, naar mij opgestuurd. Robin, bedankt. Ik ga deze dingen goed gebruiken. Wel zien hoe ze eruit zien, snap je? Ik ga hier echt vlees mee eten. Het lijkt er niet eens op. Je zou denken dat het van goede kwaliteit is, maar snap je? Mega gadget, psych, maar gewoon opnieuw. What the fuck is dit? Het lijkt op goedkoop speelgoed dat je kan winnen op de kermis. Is ook helemaal niet zo scherp. We got... fuck! Oeh. Yo, ze zijn wel scherp. Thanks for the meat, Klaas, Robin. Ik ga deze heel goed gebruiken. En ik ga er veel vlees mee verslinden, dus... Thanks, boy. Vandaag gaan we iets anders doen. Vandaag gaan we gewoon weer zo'n goede oude prank al doen, snap je? Ik ga doen alsof dat ik een of andere hoge guy ben van Blokker. En ik ga mensen ontslaan die in de Blokker werken. Gezellig. Vergeet niet te liken als je meer van deze shit wil. En ik zie altijd heel veel mensen reageren. Hey, zit, doe een prank al. Terwijl ik dat dan elke keer doe en dan krijg ik geen views. Maar ik bedoel, ik doe het toch omdat ik het leuk vind om op te nemen. En het is een van de leukste dingen om te doen. Ik lach hier zelf ook mee, snap je? Dus let's get it. En like. En de-abonneer op King Alert. Oké. Goedemiddag, u spreekt met Gerard Bellen. Ik ben de PR-manager van Blokker West-Vlaanderen en wij hebben een paar vragen voor u. Ja? Wij peilen naar de klanttevredenheid van Blokker in West-Vlaanderen. En ik heb vandaag de opdracht gekregen om een paar steden te bellen en we zijn dus vandaag afgekomen. Ik heb het toch juist, ik bel toch met de Blokker in Sint-Kruis? Ik bel in Sint-Kruis, ja. Wel, ik heb een speciale mededeling voor u. Ik wil niet zeggen dat u gepromoveerd bent, maar mevrouw, ik moet u jammer genoeg zeggen dat u bent ontslaan. Mensen vinden het niet meer zo erg om ontslaan te worden, denk ik. Het boeit hun helemaal niks. Ik moet wel een nieuwe naam hebben, want ik vind het altijd moeilijk om een naam te kiezen. Bart de Graaf. Dat klinkt zo, wow, yo, ja, Bart de Graaf. Snap je, Bart de Graaf. Zo ziet Bart de Graaf eruit. Goedemiddag, Blokkerbrugge. Goedemiddag mevrouw, u spreekt met Bart de Graaf. Ik ben PR-manager van Blokker West-Vlaanderen. Wij hebben een paar vragen voor u. Ja? Door de klantentevredenheid van de Blokkeren in Brugge worden wij genoodzaakt om een paar Blokkers te sluiten in Brugge. Ik weet niet of u daar al over gehoord heeft. Nee. Wacht even, klein ogenblik. Ik ben eerst met die man bezig, hoor. Mevrouw, ik versta u niet zo goed. Misschien even wat hoestsiroop innemen, want uw stem klinkt een beetje... Heeft u een klein ogenblik, alsjeblieft? Ja, mevrouw, dit is wel een heel serieus gesprek. Ik heb ook niet zoveel tijd. Ik ben ook mijn job aan het doen, dus hopelijk... ik heb een klein ogenblikje, heel klein ogenblikje, dus hopelijk komt u snel op mij terug. Ja, ja, doe maar snel die klant. Of die mensen beseffen wie ik ben Bart de Graaf. What the fuck? Hallo, hallo. Yo, dit is echt niet normaal. Hoe de fuck kan je Bart de Graaf in de wacht zetten? Hallo. Hallo, hallo, hallo. Deze mevrouw wordt ontslagen. Ik hang hier al 3 minuten aan de lijn. What the fuck? Dit is ongebruikelijk. We gaan hard gaan op deze, ja. Je zet mij niet in de wacht. Hallo. Ik vind het heel ongebruikelijk dat ik in de wacht ben gezet. Mevrouw, ik weet niet of u weet wie ik ben. Ik heb ook een dag. Ik moet mijn tijd ook goed besteden. Ik moet nog verschillende Blokkers bellen. Mag ik even uw naam? Ik ga even uw naam noteren. Ik moet ook de klanten helpen. Nee. Ja, maar mag ik toch even uw naam? Dan ga ik deze even doorsturen naar Blokker Internationaal. En wie bent u juist? Bart de Graaf. Ja? Mag ik even uw volledige naam? Waarom moet u mijn naam hebben? Mevrouw, ik had daarnet al gezegd dat dit een heel serieus gesprek was. Ik ben van Blokker PR West-Vlaanderen. Ja? Wij peilen naar de klantentevredenheid van de Blokkers in West-Vlaanderen. Als u mij zomaar in de wacht zet, mevrouw. Dat is ongebruikelijk. Ik weet niet of u weet wie ik ben. Ik kom geregeld op televisie. Er is een serieus... Mevrouw, sorry, maar ik zal u moeten ontslaan. Ik ga even contact opnemen met uw manager. Mag ik nog even uw volledige naam? Ja, maar ik vind niet dat ik... Mevrouw, gewoon even uw volledige naam. Mevrouw, we willen gewoon even uw volledige naam. Wij zullen verder contact met u opnemen, maar ik moet nu gewoon even... Ik ga eerst een keer contact opnemen met het hoofdkantoor, spijt me. Nee, maar contact... Mevrouw, wij zijn het hoofdkantoor. Als u contact opneemt met het hoofdkantoor, dan praat u waarschijnlijk opnieuw met mij. Nee, mijn naam is... Waarom moet jij mijn naam hebben? Mevrouw, wij moeten even uw volledige naam weten om die background check te runnen op uw naam. En wat was het van het filiaal op Sint-Kruis dat u zei? Wat blief? Wat zei je van het filiaal in Sint-Kruis wordt gesloten. Dat is het eerste dat ik ervan hoor.
Nou, dat is ook zeer ongebruikelijk, maar mevrouw, mag ik even uw volledige naam? Ik heb ook geen hele dag. Ik heb geen hele dag. Ik moet nog zoveel andere blokkers bellen. Mevrouw, mag ik even uw volledige naam? Ja, mijn naam is... Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Wij zullen verder contact met u opnemen, mevrouw. Dit gedrag wordt niet gerespecteerd. Ik denk dat u binnen de komende dagen een telefoontje kan ontvangen van... Ja, nog een fijne middag. Ja, voor u ook. Ja, dank u wel. Yo, die mevrouw heeft... Die was wel vrij tot zeer succesvol. Ik ga verder doen. We gaan niet te veel zuiveren, snap je? Er is een prankal video en prankal video's wordt er geprankald. Goedemiddag mevrouw, u spreekt met Bart de Graaf van Blokker West-Vlaanderen. Van wat? U spreekt met Bart de Graaf van Blokker West-Vlaanderen, wij zijn het Nationaal Bureau. Ik weet niet of u al vernomen heeft dat het filiaal in Oostende gesloten wordt. Ik zal je doorgeven meneer, een klein momentje hoor. Wie de fuck word ik doorgegeven? Wat de fuck? Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Bart de Graaf van Blokker Nationaal. Ik weet niet of u al ontvangen heeft dat het filiaal... Nancy? Ik ben geen Nancy. Mijn naam is Bart de Graaf. Oké, sorry. Zeg maar hoor. Ik weet niet of u al vernomen heeft dat het filiaal in Oostende gesloten wordt. Ja. Wel, heeft u al ander werk gevonden? Niet direct, nee. De sluiting van het filiaal komt iets sneller dan verwacht. De nieuwe sluitingsdatum zou 24 november worden. Ja, maar dat wist wel, ja. En u heeft nog geen ander werk gevonden? Nee. Wel, ik zal u moeten... Ja, dat weet u wel dat u ontslagen wordt. Ja. Ja, dan heb ik u verder niets te melden. Dat was hetgene wat ik moest melden. Mevrouw, nog een fijne middag. Ik begreep niet goed wat dat de bedoeling was. Ik heb ook maar doorgekregen van mijn baas dat ik jullie even moest laten weten dat de sluiting vervroegd doorkwam. Meer weet ik er ook niet over. Ik moest u even laten weten dat u ander werk moest zoeken. Ja, wie is de baas? Gerard Joling. Gerard Joling. Dit is de PR-manager van Blokker Nationaal. Ik ben Bart de Graaf en ik vertegenwoordig, ja. ik vertegenwoordig Blokker West-Vlaanderen. Ja, akkoord. Maar alleen, ja, Winder weet dat van verleden week. Alleen, normaal gezien was het 30 november, dus we weten dat dat de week eerder is. Maar alleen, ja, het is niet dat ons overvalt nu van u valt zonder werk. Hè. We weten dat van februari al. En u heeft nog geen nieuw werk gevonden? Ik heb nog niet gezocht ondertussen, meneer. Wel, mevrouw, deels daarom bel ik u ook. Ze zoeken nieuwe medewerkers bij de HEMA in Oostende. Ik kan daar altijd even uw cv naartoe sturen. Ik heb gehoord dat het loon is ongeveer hetzelfde. Vakantie valt ook hetzelfde. Ik kan altijd even naar daar bellen. Ja, dat moest ik even melden. Oké. Nog een fijne middag. Ja, dankjewel. Besef dat ik het volledig uit mijn duim gezogen heb dat die blokker gesloten werd. Blijkbaar wordt die blokker echt gesloten. Ik ben helderziend, snap je? Waarom gebeurt dat ook weer bij mij? Ik bel naar een blokker om te zeggen dat hij gaat sluiten en hij sluit echt. Dus je moet nu even naar de HEMA in Oostende bellen. We gaan onder dezelfde naam, ja. Deze keer gaan we een beetje agressiever zijn. Je zet mij niet in de wacht! Je zet mij niet in de wacht, what the fuck? Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, u spreekt met Bart de Graaf. Mag ik even uw volledige naam? Gerard. Dank u wel. Ik bel u namens HEMA Nationaal. En u bent bij het filiaal in Oostende, Kapellestraat 56, als ik juist ben. Ja. Moet u jammer genoeg laten weten dat u en al de medewerkers deels ontslagen worden, want het filiaal wordt verplaatst naar Middelkerk. Ja. Ik weet niet of u daar al iets over meegekregen had. Nee. Een ogenblikje hoor. Zet mij niet in de wacht! Hallo, hallo, hallo. Hallo? Hallo. En hoe is uw naam? Bart de Graaf. Bart de Graaf? Bart de Graaf. U spelt dat B-A-R-T spatie G-R-A-A-F. Je zet mij niet in de wacht! En je gooit mij... Oh, yo. Je kan niet ophaken als Bart de Graaf belt, yo. What the fuck? What the fuck? Yo, yo. Kan echt niet. What the fuck? Ik kan nog één andere doen en deze is wel leuk, denk ik. Ik haat deze muziek, snap je? Als je deze muziek hoort, dan weet je gelijk al van fuck. Goedemiddag, Megagadgets. Mijn Mustafa. Goedemiddag. Ik heb de Meat Class bij jullie besteld. En wat deze... Besteld? De Meat Class. Hallo? Hallo, hoort u mij? Hallo? Ik hoor u niet zo goed. Ja, hallo? Ja, zeg maar. Ik heb de Meat Claws bij jullie besteld en deze werken niet. De Meat Claws werken niet. De Meat Claws werken niet. Ik probeerde mijn kip te verslinden met de Meat Claws en deze werken niet. Hoe werken ze niet? Want het zijn
gewoon klauwen. Ze zijn helemaal niet scherp, zoals beschreven staat bij het product op jullie website. Oké. Dit zijn gewoon twee domme stukjes plastic. Ik had meat claws besteld, geen goedkoop speelgoed. Ja, wat moet ik hier tegen zeggen? Was het vlees wel goed gekookt, gebakken? Meneer, het vlees was zeker en vast goed gekookt, maar ik had honger en ik wou mijn vlees verslinden met de meat claws, maar het werkte helemaal niet. De meat claws zijn helemaal niet scherp. Ik kan mijn kip er ook helemaal niet mee verslinden. Er zijn geen verslindende meat claws. Nou, ik ga dit even bespreken met een collega van mij. Ik wil niet dat u het bespreekt met een van uw collega's. Ik wil gewoon mijn geld terug. Ik zou het toch wel even moeten bespreken met... Meneer, de meat claws werken niet. Ik heb €8,75 betaald voor deze dingen en ze werken niet. Kijk, ik vind het helemaal niet kunnen. Ja, ik bestel meat claws om mijn vlees te verslinden. En ze werken niet. Ik stuur ze met veel plezier terug op naar jullie. Want deze dingen, dit is rotzooi. Oké, nou. Wat is uw bestelnummer? 0486. Zuig mijn dikke Kijk, ik vraag me nu af of deze dingen echt werken of niet. Jij van Mega Gadget zei dat aan het vlees, collega. Dank voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Smash het zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace. Tot de volgende keer. Doei. Klik op een andere video. Of zoiets. Doe dat niet. Of doe het wel. Ze staan in beeld.